Voedselbank Leiden bestaat 10 jaar. Nieuwe exploitant voor zwembad Poelmeer. En samen eten. Welkom bij het Unity TV nieuws van woensdag 14 oktober. Op 18 oktober is het 10 jaar geleden dat Voedselbank Leiden officieel werd opgericht. Ondanks het dubbele gevoel dat de voedselbank nog steeds nodig is, wil het bestuur stilstaan bij de inzet van inmiddels ruim 60 vrijwilligers en de voedselleveringen, donaties en steun door verschillende organisaties. De Voedselbank Leiden begon 10 jaar geleden met het uitdelen van 25 voedselpakketten per week vanuit een garage, maar levert nu ongeveer 425 pakketten per week vanuit het huidige pand in de Willem-Barendstraat en 2 uitdeelpunten in Leiden. Voor de klanten van Voedselbank Leiden is ter gelegenheid van het jubileum een extra pakket samengesteld waarmee ze een menu kunnen bereiden. De grote winnaar van de Rijnlandse Architectuurprijs 2015 is Kustwerk Katwijk geworden. De unieke duinparkeergarage van Okra landschapsarchitecten Royal Haskoning en Arcadis won zowel de publieksprijs als de juryprijs. De winnaar van de wedstrijd werd bekendgemaakt tijdens de 10e editie van de RAP Leiden talkshow Stand van de Stad en vond plaats in Gebroeders de Nobel. De tweede plaats is voor Bredeschool West en de derde plaats voor poppodium de Nobel. Voorheen was de architectuurprijs alleen bedoeld voor Leidse gebouwen. Dit jaar werd voor het eerst de regio ook bij de wedstrijd betrokken. Er is een exploitant in beeld voor zwembad Poelmeer. Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest besloot gisteren het beheer en de exploitatie van het zwembad voorlopig te gunnen aan Optisport Exploitatie BV uit Gorkum. Daarmee wordt een grote mijlpaal bereikt in het traject om het zwembad na 1 januari 2016 open te houden. De gunning wordt definitief na positief verloop van de bezwaartermijn en na goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad. Oegstgeest ontving 2 inschrijvingen. Naast Optisport had ook de huidige exploitant Sportfondsen zich ingeschreven. Optisport behaalde zowel op prijs als op kwaliteit de hoogste score. Voetbalverenigingen Oegstgeest en Udo gaan mogelijk in 2016 fuseren. De beide besturen van de clubs zijn in gesprek om tot 1 club te worden op Sportpark de Voskuil. De club zou dan een zaterdagtak krijgen bij Oegstgeest en een zondagtak bij Udo. Het zogenaamde Voskuil-overleg bestaat al langer, waarin naast de fusie ook de herinrichting van het sportpark onderwerp van gesprek is. Sinds vrijdag wordt in de 3 Oktoberhal in Leiden noodopvang geboden aan vluchtelingen. Vele Leidenaren boden zich vervolgens aan als vrijwilliger om zo de vluchtelingen te helpen. Een van hen is Mustafa Kus, waarmee we een middagje meelopen. We gaan nu naar de 3 Oktoberhal. We gaan daar een gezin Syrische vluchtelingen gaan we verwelkomen straks bij ons thuis. Mevrouw die maakt lekkere Turkse dingetjes voor hen. En we willen gewoon laten zien dat ze hier welkom zijn. En we maken er eigenlijk een leuke burendag van. We zijn buren van ze en ze zijn welkom. We zetten onze deuren voor hun open, maar ook onze hart. Terwijl wij richting de 3 Oktoberhal lopen, staat Mustafa's vrouw Fatma brood en soep klaar te maken. En zo is het gezin Kus al de hele week in de weer met de vluchtelingen. Mustafa begeleidt de vluchtelingen de stad in wanneer zij iets nodig hebben. Wandeling gemaakt, stad verkend, de dingen laten zien van Leiden. Gigantisch mooi. Ja. Ik heb die mensen op die manier blij kunnen maken en iets kunnen betekenen voor ze. Nu naar binnen? Ik ga nu naar binnen, ik ga ze nu halen. Ja? Ja. Oké. Okay. Hoi. De camera van Unity TV mag niet mee naar binnen. Dus is het buiten wachten op Mustafa met het Syrische gezin. Ja. Waar is je kaart hier? Oh, oké. Okay. Nou, hij moest zijn kaart even halen. Gezamenlijk wandelen we richting Mustafa's huis. Welkom allemaal. I want to say to you, you are welcome, not only in our house, but also in our heart. Our door is open, but our heart is too open for you. Welcome
and feel you free. It's your home. Thank you. All right? All right, all right. Thank you very much. Thank you, Mustafa. Do you feel welcome here? Yes, I feel like I am in a house of my cousins or my relative. So because he was very welcoming man, and we love him since we saw him in 3 October's hall. In de keuken slaat Fatma de laatste hand aan de lunch. Een soep gemaakt met kip, met yoghurt, met knoflooksausje, zeg maar. Dan is wel zo soep gemaakt. Ja, nog een stukje taart zie ik. Cake gemaakt. Ja. Met de verse Turkse brood ook. En eerst maar deze eten. En daarna is het met thee, met cake. Dan een toetje, zeg maar. En dan wordt alles opgediend. Het is duidelijk dat er genoten wordt van het eten. Maar ondanks de gastvrijheid wordt Syrië nog steeds gemist. Yes, it's my country. I love it and I hope when the war is finished we will go back to our country because it's our country. En dan nog het weer. Vandaag was het een bewolkte en regenachtige dag en met 9 graden was het uitzonderlijk fris voor deze tijd van het jaar. Martijn Kousen maakte voor ons deze foto in de Binnenhof in Leiderdorp. Vanavond blijft de kans op buien aanhouden. Later in de nacht wordt het droog. Het koelt af naar een zeer frisse 3 graden. En morgen wordt het opnieuw een regenachtige dag en het blijft fris bij ongeveer 10 graden. En dat is een stuk koeler dan normaal gesproken in deze tijd van het jaar. En de rest van de week blijft de kans op regen groot. Na het weekend wordt het weer wat droger. Het blijft ongewoon koud bij temperaturen van rond de 12 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Donderdagmiddag om 6 uur melden we ons weer met een nieuwe uitzending. In de tussentijd houden we je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je een heel fijne dag.